Een beetje iets zien voor die mensen. Ja, ik kan. Het is verduidelijk. Die feather, de bad boy. Die je gewoon in open schud. Dan die skoon te wees, hy gaan nie woelies doen nie. Dan voel jy teen die borsbeen af. Dan wil jy hom indruk. Die mes is bietjie stom. Ja nee. Gebruik jou skerp mes as jy kan. Dit sny teen die borsbeen af. Dit is die borsbeen. Een lekker bors en homme. Dit is nog een keer te probeer nie, want ek is eerst keer dat ooit moet snij. Wat is dit voor een beest? 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 Lekker bijshoekjes om te gebruik. Een bouwlijn. En dan? Zeker te maken, we gaan nergens. We gaan soms een paar hakken van die oude traditionele hoek. Hierdie ruik verbaasend baie na vis. Kaas hom net in. Klop. Nou is al werk. Maak die lijn bietjie stijf. Ja, so is die pen. Zet hem op die pen. Bijtrend is aan. En dan wacht je net voor bijt. Jou moeilijk is om die vissen te trekken in die stroom. Ja. Vooral als hij goed 30 kilo's is. Nee, is een goede 2 kilo. 1 kilo balberie. Is beter as nou. En daar ring het saai is. Saai? Oh, zo saai. Ons gaat om aan de kant. Wat denk jij? Kijk, ik heb een klein stukje maar. Denk jij? Dat is mooi uitsteken wat je kan. Hierzo, hierzo, ik zou bravo niet. Bravo niet, hier zit hoor. Dan moet je die zoekje aanleggen met 3 inch. Ik heb hem gelukkig niet eens spong met me. Skip met me. Hier is een krab. Wat is die krab ook? Krab in een barber. Nee. Wil je die krab van? Dat is woens ja. Hier zo zei. Want trouwens ik barber van. Krab in die barber is nou op elkaar. Zei. Eerste bouwer voor die dag. Zij ook af. Wijs hem nou voor ons. Mooi, 2 kilo. Odd. Wijs hem nou. Krokodil 4 bouwerkie. Zij. Kom eens kijken of ons iets groter kan krijgen. Pak. Hey. Dan. Wat is dan? Weer kleinkie? Weer kleinkie, maar as hierdie competitie was, jy net 2 gehad. Oh, junior, jy fight net verskriklik af. Ja, hy is kleinkie. Is ok. Pak deze maar. Zo is een baba.
dat kan je dan. Nee, nee, ik wil hem voor jou wijs. Waar? Voor die camera. Zo. Another one. Vang hierdie vis met een Black Widow patrol. En een sniper 10 voet stokkie. Sniper 10 voet stok met bouwlijn, zijn leader. Ja, net normale 5 pond lijn. 5 pond lijn en een 280 pond buffel achter die stok. Dat is 330 pond. 330, maar hy dra sy gewig goed. Wat beteken dit? Wees. Amper raak ek opgewonde. Wie sê korte skep net? Kort bouwlijn en een can-do attitude. Safe. Met PB. Sy, wees ons al. Kijk die maag genoem. Lekker op het diet.